Om de kans op een succesvolle behandeling zo groot mogelijk te laten zijn, is het stellen van de juiste en nauwkeurige diagnose essentieel. Het Antonie van Leeuwenhoek maakt hiervoor gebruik van de meest moderne technieken. Naast het bepalen van de precieze locatie van de tumor of tumoren, is het voor het vaststellen van het juiste persoonlijke behandelplan essentieel dat we de specifieke kenmerken van de tumor of tumoren kennen. De afdeling pathologie is een van de afdelingen waar diagnostische onderzoeken worden verricht. Soms is het nodig dat er een stukje weefsel wordt weggenomen. Zo kan er bepaald worden wat de specifieke kenmerken van de tumor zijn en kunnen de behandelaars beter bepalen welke behandeling de grootste kans van slagen heeft. In dit geval wordt een cytologische punctie of een histologisch biopt verricht. De weggenomen cellen en weefsels worden bewerkt en onderzocht in het laboratorium. Door te zoeken naar specifieke kenmerken van cellen en weefsels wordt de diagnose gesteld. Vaak ook met een voorspelling over behandelingsmogelijkheden en prognose. Dit gebeurt door de patholoog achter de microscoop en ook door moleculaire diagnostiek waar vastgesteld wordt welke genen de celgroei van de tumoren bepalen. De afdeling pathologie is niet de enige afdeling waar diagnostisch onderzoek plaatsvindt. Ook de afdelingen nucleaire geneeskunde en radiologie spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast vinden er ook diagnostische onderzoeken plaats in het onderzoek- en behandelcentrum.